Wat doet deze dan? Zo! Jezus! What the fuck? Nou, dat was dus leuk. Maar wie vindt dit echt leuk? Ik vind het één keer wel leuk. Twee keer ook wel. Wat ik een beetje vooral had, ik kreeg tijdens een achtbaan een beetje honger. Maar toch moest jij een vies boertje laten toen je eruit kwam. Een soort van boertje van hoe, dat zat er tegenaan. Ik heb een boertje en een rugje gelaten. Maar had je niet dat je toen je een boer liet, dat je bang was dat er even zo, dat hij kopjes kon geven? Ik heb prima controle over mijn lichaam. Mensen, nou, in ieder geval heel goed hier. Mensen, we gaan vandaag een aantal hele zieke, hutserige challenges doen in de achtbaan. Untamed, hier al in Walibi. Nee. That you take, need to blow me away. Hey, zullen we gewoon challenge 1 maar gaan doen? Even ten eerste, Walibi, dankjewel dat we hier mogen opnemen. We hebben net al geroepen in de achtbaan. Ja, hij heeft al geroepen, ga je even door. Nog een keer, we gaan allemaal challenge doen. We beginnen met de... Chubby Bunny Challenge! In de achtbaan, wie de meeste spekjes in zijn bek doet. Ja. En daarna nog Chubby Bunny kan zeggen als hij daar is. Dus Nee, maar naar elke moet je Chubby Bunny zeggen. Nou goed, wie wil te beginnen? Ik begin wel. Kan ik daarna weer naar huis. Mensen, ten eerste, even abonneren. Ten tweede, denk je nou Chubby Bunny, wat een kut challenge. Maak je geen zorgen, er komen nog veel meer challenge. Ja, ik denk dat het ook beter is. Want ik kan me er vier de twee in begrijpen. Ik weet niet. Nee, de spekjes. Chubby Bunny. Ik moest echt kotsen. Ik ging het ook eten, dus ik slikte er één door. Chubby Bunny! Nee, steek nog in de mond. Heb je nog één mond? Dit zag er zo mooi uit. Helemaal bloed. Je zit echt helemaal onder bloed. Nul. Ik ging zat kotsen, want ik moest ze uitvoeren. Maar jullie maken hier die drop naar beneden. Ja, en wij zien echt een wolk van marshmallows oren kan niet hier buiten komen. Wij gaan stuk voor jou. Stuk? Wat ga je stukken? Nu zijn de beurt, Koen en Rob. Nee, maar Milo en ik gaan. Nou, hoe hoor je bek op mijn bloed? Even voor de duidelijkheid, dat komt niet door Untamed. Wat komt het dan door? Door love. Nog één keer, ik ga echt kotsen. Ik ging ook spekjes doorslikken per ongeluk. Jij ging ook spekjes op mij gooien. Nee, dat ging per ongeluk. Die spuugde ik zo floep. Ja, dat weet ik. Hier is een vieze vlek. Godverdamme. Ja, dat deed ik per ongeluk. Ik moest ze gewoon kwijt. Ik deed ook best stuk nog. Hoe vaak denk je nog voordat je echt de... Ja, als ik 3 keer er nog in ga, dan is het wel klaar. Ja? Ja, maar hij is letterlijk meer dan een minuut volgens mij. Hoeveel was de record van Roel? 7 had hij. Ik had 7 of 8. Ik weet wel vrij zeker, je kan daarna niet meer goed normaal Chubby Bunny zeggen. Nee, die groeten! Heel vet. Die rol ziet er niet goed uit hoor. Die rol zag er ook in de mut. Ik ben benieuwd naar Milo's haar in die achtbaan. Nee, dat mag niet, Milo. Hij snapt het spel niet, dat is klaar dan. Hey, stoppen! Oh, ik verslikte me, jongen. Wat verdomme. Oh, Milo heeft een volle bek, hoor. Jij bent hier en hij komt er eens op. En ik moet toch zo teringig lachen en echt alles zit onder. Als jullie je mond stopt, krijg je een punt deur. Nee, ik ga niet kijken. Gadverdamme. Milo! Milo, chow, chow. Oh, Milo, chow. In zijn mond kap. Oké, zou ik nu? Ja, jij moet in je eentje naar eer hoog gaan. Ja, jongen, achter is het record. Maar ik heb voor jou wel een verrassing. Nou, dat zie ik dan wel als ik in het ding zit. Oké. Mensen, daar gaan we dan. Ho! Oh. Kijk hem nou zitten, hè? Onze multimiljonair. What the fuck? Waarom heb ik groter? Je kunt niet de Chubby Bunny Challenge doen met schil, ben ik net achter gekomen. Ja, maar je stemt wel. Je kan wel Chubby Bunny schil.
hij kan nu niet schreeuwen, dat kan niet. Weet je wat is het? Hahaha! Zo'n hondenbotje. Alsof het zo'n hond is met zo'n bot. What the fuck? Dat is een miep. Ja. Uit de mond kan je er overheen op. Dat is meer fijn. Uit de mond heb je over die spekjes. Hey Jossie! Alles eruit gevallen? Oh nee. Heb je meer dan 8? Zo, de tering. Nou, even Chubby Bunny eerst. Hoeveel zijn het er? Ja. Hoeveel? Oh. Drie. Ik kwam hier langs en had al een soort hondenbot dat ik hem zo overdwars had je met je mel zitten. Maar wat is de verliezers challenge? De verliezer krijgt een beloning, een privéconcert. Dan ga ik lekker zingen, zeg. Deze is ook te luisteren op Spotify trouwens vanaf vandaag. Stream hem dood aan mensen, stream hem dood. Oké, tijd naar de ei. Oké, tijd voor de. Wat sta je nou te doen? Wat is dit? Je buik aan. Je hebt ze wel nog niet opgegeten, toch? Ja, maar weet je wat het is? Ik had honger, maar nu heb ik eigenlijk ook dorst in. Weet je wel, kinderen die altijd aan het zeuren zijn bij ouders in een pretpark? Ik ken dat, ja. Ik heb jullie. En dan heb je, ik heb dorst. Ja, we gaan dus water. Dat was het bruggetje. Ja, ik snap het. Mensen, nou, we gaan nu allemaal met 1 liter omstebeurt de achtbaan in een maatbeker. En degene die aan het eind van de rit het meeste water over heeft, die wint. En Koen is degene die als eerste in de achtbaan gaat met een litertje plezier. Oh. Het zit een vastgetekend in de hand. Ja, dat moet. Oh, je doet best goed. Je doet heel goed. Ah, kut. Kijk, nu schudt het allemaal. Dit ding gaat heel stuitend omhoog. Ja, dat ding stuit. Ja, dat heet het zo. Ja, die stotter. Nee, hij heeft het gewoon ingehouden. Oh, ja, maar nu, hij heeft het gewoon ingehouden. Nu komt het. Oh, nee. Ja, helemaal leeg. Maar nu komt hij hier dus weer op. Ja, hij gaat toch niks meer uitkomen. Hij is al wel lang leeg. Helemaal leeg. Heb je nog wat in je glaasje? Jezus Christus. Ik ben helemaal doorweekt. Wat een kut zo. Hey. Nou. Er wat in. Je hebt nog wat. Nou. Het is niet helemaal waterkleurig, zeg maar. Heb je weer getuft of zo? Heb je haar even snel laten bijvullen? Ben je klaargekomen erin? Holy shit. What the fuck. Hey. Wat is dat? Wat heb je gedaan? Ik heb toen daar naar boven een grote slok gedaan. Oké. Okay. Ik heb gewoon marshmallow gemixt. Ja. Je wil nog een goede tactiek toevallig? Niet dan hoor. Mensen. Ik heb een raadsel. Ja? Ja, een slager is 1,90 lang en 43 jaar. Wat weegt hij? Vlees. Morgen. Koppie. Wat een goede mol. Daar gaat ie! Hij heeft een tactiek bedacht, ik ben heel benieuwd. Ja, hij had een tactiek. Hij heeft een tactiek bedacht, ja. Kunnen we die nul zien? Waarschijnlijk heeft hij wel leeg gegooid ofzo. Dat is mijn tactiek. Hoe is dit? Zo zie je maar weer. Reageer op lang levende liefde of gek op jou. Het maakt allemaal niet uit. Doe gewoon wat de succesmannen doen. Ik hoor Rob nu wel schreeuwen. Ik hoor hem wel iets zeggen, ja. Fucking koud, gek! Waarom kan hij hoe zeggen als hij water aan het... Jij baalt, hè? Zijn je grote bal zo inhoudt, gaat hij wel vacuüm, ja. Oh, weet dat daar heel iets in zit. Rob is wel echt een dikke ad, hè. Ik ga er één doen, kom op die. En je gaat iemand boven staan te kijken of Rob niet vals speelt? Godverdomme. Hey, Jostie! Zo, die kleur. Zit er nog wat in het kannetje? Ja, trouwens, zat echt nog zo in, toen zwaaide ik hier naar voren. Ja, dat is dom. Schoon boef, man. Nou, wat een ja. Bro, hij komt hier aan en heeft dat ding opgedronken, gewoon dat hij dorst heeft. Eigenlijk gratis water. Ja, hij zit wel te drinken. Maar hij doet het zelf als jij. Ja, kutzooi, hoeren. Hij is zo'n wapensje. Hij is over zijn trui heen.
Hij vist dadelijk, hij gaat daar gewoon vissen. Hij is nog steeds aan het drinken, hij is nog steeds aan het zuipen gewoon die vent. Dat is een ziek pranken. Wat doet hij? Zie je het water? Nee jongen. Dat was leuk om die was, maar die zag hij vrij goed. Zou hij nog wat druppeltjes erin hebben nu? Na dat beneden en dan bij die kurket ging dan is het weg. Abonneer even! Ja, moet je voor hoor. Moet je voor. Ja, die bolle wangetjes. Ja, bolle wangetjes. Zo, dan ga ik straks met die bloedbag moeien. Ja, dan loopt een lurk aan dat ding. Vanmorgen ook niet gedoucht, hè? Had hij geen tijd voor. Zeker, hij is gewoon onder elkaar getrokken. Oh. Maar ja, dat zijn we wel gewend. Waarom is hij eigenlijk zo smerig? Ja, ik weet niet. Echt smerig. Waar komt het ineens vandaan? En ook als we een kontje eten. Ja. Maar hij heeft wel wat in zijn mond. Ja. Ja, 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 ja. Hij is ook om even kleur te maken, beker. Ja. Zo. 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 Nou. Dat is niet mis. Oh. Ja, dit is wel aardig, man. Nee, meer, je hebt meer nog. Ja, kunnen we niet afleggen. Gooi die emmer over iemand heen. Je hebt 3 liter heb jij. Nou, doei. Ik ga. Fijn. Je moeder. Ik hoor het echt. Nee. Nee. Wellicht is de maanbeker kapot. De maanbeker kapot? Ja, je scheur in. Nee. Ja. Wat is het daar niet? Het zou niet kunnen lukken hoor. Hij steekt hem ook echt aan de vallen. Zo kijken. Nou mensen, dit gaat helemaal goed komen. What the fuck? Hij vindt het ook zo niet leuk. Hij pakt hem wel echt goed. Zou er nog wat in zitten, denk je? Zijn er nog op zijn hoofd? Ja. Hij zit er ook mee. Hij klemmen echt. Ja, maar hij is wel fijn. Kan hij er daar in kotsen? Fuck, is hij klaar? Is hij klaar? Nee, fuck! Nou, hij heeft nog steeds al. Ik vind het echt verschrikkelijk leuk, mensen. Maar ik denk dat ik wel gewoon... Heb je nog veel? Ja. Nou, dan ben ik eens even heel benieuwd hoeveel hier nog van over is. Maar kun je niet even je haar nog een beetje uitleggen? Gadverdamme. Ik moet zeggen, je komt er nog redelijk fit uit voor hoe wij dachten dat je eruit zou komen. Zit er nog wat in? Ja. Wat is er allemaal in zit? Je hebt echt veel gespuugd. Ik dacht, ik zet hem gewoon op mijn hoofd in het begin, maar dat ja, maar wat voor mij fout ging, is dat je hem iets te ver van je hoofd afviel. Wat afviel het ook? Ja, dat viel allemaal. Je maakt een langzame draai. Ja, ja, dat ja, ja, deze hard. Wat jij het beste kan doen, is zeg maar zo je hoofd tak op en dan omdraaien. Ja, ja. Nou, dan kun je het even proberen. Nee. Zet hem anders in je voorhoofd dan. Is useful. Zou er iemand thuis lachen? Niet? Ja, ik denk heel veel mensen. Ja? En zeker ik ook als ik de video kijk. Ik ga gewoon niet meer tactief klappen. Ik heb hier natuurlijk al een paar weken op naast te denken, uittekenen en zo een beetje. Ja. No more workings for we go to. Of niet, maat? Come on, allemaal, handjes. Hey. Achterin. I'm going on a holiday. Ja, la. Mensen, we moeten straks hierna. Milo gaat dus nu nog even met water. Nou, die gaat natuurlijk nooit meer halen dan wat Roel had. Hierna gaan we dus nog 5 keer erin. Achter elkaar. Geen gejank. Ja, wel dus. Wel gejank. Ja, ik kots jullie helemaal onder, hè. Ja, ik stralen. Vind dus dat jij achterin moet. Volgens mij komt er iemand aan. Ja, er komt iemand aan. Hij heeft zijn hand erop. Hij heeft dicht, je ziet er gewoon niet dicht op de TV. Hij heeft wel tante grote handen natuurlijk. Hè? Toch mooi dat het water niet zit. Hè? Ah, ja. Hey, maar hij gaat echt achterin, bro. Ik ga niet achter hem zitten, echt niet. Ik ga niet zo'n kots eten. Als je zo stoer zijn, dat ik ga niet zo'n kots eten. Ah, nee! Je hoeft ook niet te eten. Dat is heel raar. Doe je in ieder geval het ding met een TV vast aan je hand? En dan ga je naar beneden. Nee! Ik vind nog steeds zijn hand op die hebben. Dat is het echt niet zeggen. Hij gaat zijn hand op hebben. Ja, ik heb een klein raadsel. Over het algemeen ken ik al jouw kleine raadsels altijd al, want die ken ik in groep 6 al. Een slager is 1,90 meter lang en 43 jaar. Wat weegt hij? Vlees. Ja, hij weet hem! Oh nee. Oh, op het laatste moment verneuken. Wat je met je handen? Ik zeg niks! Oh! Jawel, hij had gewoon zijn hand erop, denk ik. Ik heb 1 natte plek op mijn been gewoon. Oh, we are going 5 keer in de 8 maanden met Mattie. Jullie zitten onder mijn kots, hè. Mattie! Marshmallows, hè. Mattie. Echt grote handen heb jij, jongen. Ik hoop dat hij er vanaf giet. Ja, dat is zo met die flikken. Ik had dus dit helemaal dichtgepakt. Ik dacht, dat helpt. Blijkt dus dat hij aan de onderkant lek is. Ja, dat zei hij toch al. Ik zet hem gewoon op mijn knie. Dan komt er vast niet zo heel veel uit. Ik heb hem de hele weg zo. En dan met dat klauwtje erop. Hier, niks eruit, hè. Alles gewoon gedruppeld aan de onderkant. Nou, gast, dat hoeft ook. Dat is stuk. Nou, nu kunnen we helemaal niet meer gebruiken. Doe je nou, man? Sorry. Matt, hij is er helemaal kapot van. Wat? Ik ga zoveel kotsen op me krijgen. Ja, jij gaat echt kotsen op je krijgen. Wat is dan hoedjes te laat? Kotsen doe je naar rechts, hè? Ja, nee. Naar links. Nee, nee, nee. Kotsen gewoon recht naar achter je hoofd, achter naar rechts. Een rol, die heeft toch nog niet gedoucht. Ik heb plezier! Ja! Wij gaan zo meteen wegvallen halverwege de 5 rondjes, want er zit geen batterij meer in deze GoPro. Hé, hey, we hebben een punt! Met bankzitten! Wil je ook werken met bankzitten? Ze mag niet! We have to!
Ik moet echt, ik zweer het je. Hey, laat mij eruit. Ik moet echt. Nee, ik moet eruit. Laat mij eruit. Ik moet kotsen. Dat kan niet. Ik ga even buiten kotsen. Kom eens terug. Het was even de vijf gehad. Wacht. Oh. Dat die kon echt niet meer. Wat een pussy. Echt een pussy inderdaad. Maar wij gaan nu echt vier keer achter elkaar door. Nee, wacht! Wat een gas, joh. 3, 2, 1. Raoul zegt ineens dat hij misschien 3 ook nog niet gaat redden. Nee. Ga eruit. Jazeker. Jezus. Ja, jongen, waar zitten wij opgeschreven? Wat een poezenfamilie. Mensen, ben je nou jong en wil je bang zitten worden? Kom maar in, want die oude mensen die... Ja, die opa's hier, jongen. Rondje 4. Dan zit je met z'n tweeën, Roelie en Matty. Mietjes. Jongen, mietjes. Speakerface, geen clubzang. Werk tegenwoordig ook met Nike, net als Big First. Pak zitten shirts van Nike, dat is big merch. Hey, dit was echt een pittige deze. Ik kan het niet hebben als het avond is. Nou, als avond vind ik het waar. Ik kan het niet leuker als het avond is. Heb je later een zin in de vrijdag. Hey, abonneer even! Zo, mijn hoofd. Oh, mijn hoofd. Kut. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Waarom bedankt dat jullie mochten zijn. Hey joh, abonneer even lekker.